Jarenlang is er veel te doen geweest rondom de asfaltcentrale in Nijmegen. De vieze stinkfabriek, zoals omwonenden hem noemden, was velen tot last en overtrad ook regelmatig de uitstootnormen. Vandaag kwam de gemeente met opmerkelijk nieuws. Nijmegen koopt de fabriek voor een bedrag van 7 miljoen euro en zal de deuren nog voor het eind van het jaar sluiten. Daarna wordt de fabriek gesloopt. Vandaag heeft de gemeente besloten, het college van de gemeente, om tot aankoop te gaan van de asfaltcentrale en de energieweg. En dat betekent dat zij voor het einde van dit jaar zullen stoppen met het produceren van asfalt. En volgend jaar zullen zij gebruiken om de asfaltcentrale op te ruimen. En dan kunnen we nagaan denken over de nieuwe invulling van deze locatie. Ja, we hebben al jarenlang gesprekken over de asfaltcentrale in Nijmegen, de APN. We hebben gesprekken met de buurt, maar ook met de asfaltcentrale zelf over de overschrijding die zij in 2021 op het gebied van PAK hebben veroorzaakt. En wij wilden eigenlijk heel graag dat vroeg of laat deze milieuoverschrijding zou stoppen. Dura Vermeer, de eigenaar van de asfaltcentrale, heeft eerder een aanvraag gedaan om de productie te verdubbelen. Hierna is de gemeente in gesprek gegaan over de toekomst van het bedrijf en nu is het besluit genomen om de centrale te kopen. Wij denken dat hiermee eigenlijk een goede oplossing gekomen is van dit dossier. De aankoopprijs van de onroerende goederen is 6,95 miljoen euro. Dat is onder de taxatiewaarde. Nou, het geld van wat we gebruiken om dit aan te kopen komt uit onze reserve, om maar zo te noemen. Dus een verslechtering van onze reservepositie. Dat is jammer. Tegelijkertijd, die bijna 7 miljoen is niet het hele bedrag. Dat wil zeggen, we kopen grond voor 5 miljoen. Die kunnen we ook weer verkopen, ongeveer voor dat bedrag. En de opstallen die daar nu staan, dus zeg maar even de fabriek, de asfaltfabriek zelf, ja, die gaan we natuurlijk niet hergebruiken, want we willen geen asfalt maken. Dus dat is het stukje wat dan heet desinvesteren, wat we moeten afschrijven. Dus dat zijn de kosten voor de gemeente. De fabriek gaat dus verdwijnen. Maar moeten de omwonenden zich nu zorgen gaan maken om een nieuwe vervuiler? Ja, Nijmegen-West heeft altijd last gehad van problemen met de luchtkwaliteit. Denk dan aan houtstook daar, denk aan verkeer dat daar rondrijdt, binnenvaart en ook een bedrijventerrein. Op dat bedrijventerrein staat dit bedrijf en dit was een belangrijke speler daarin. Maar we zetten hier een grote stap. Maar onze inzet voor luchtkwaliteit in Nijmegen-West is nog lang niet afgerond. We weten in ieder geval dat het geen woningen zullen zijn. Er zitten nog steeds heel veel bedrijven in dit gebied. En wij vinden ook nog steeds als gemeente dat het ook een bedrijventerrein moet blijven. Maar er zijn er nog heel veel opties van wat hier eventueel zou kunnen komen. Nou, daar nemen we even de tijd voor. En misschien is het ook zo, voordat we tot een definitieve invulling gaan, dus tot weer tot verkoop, dat we dan tijdelijke andere invullingen hebben op dit terrein. Wat er hierna komt, dat moeten we nog gaan bekijken. Maar we willen natuurlijk niet van de regen in de drup belanden. Het is niet voor niets dat we een asfaltcentrale weg willen hebben.